De dienst arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zal op pad gaan om controle te doen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vooral waar het gaat om buitenlanders. Dit vertelde minister Stephen McAndrew gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat een aantal sectoren bezocht zullen worden. We gaan zeker de komende periode trachten om met arbeidsinspectie nog meer in het veld te gaan, zodat we ook daar kunnen weten wat er precies gaande is. Maar als arbeid, dus de klacht die je aangeeft is in principe één die je overal ter wereld hoort. Je hebt het gehoord in Amerika, ik heb op Barbados gehoord, daar hoorde je ook dat Guyanese voor een lager loon werken dan Belgians en dus hun jobs wegnemen. Maar naderhand bleek dat dat niet het geval was, dus ook hier moeten we voorzichtig zijn met dat soort kreten, omdat je anders kan bijdragen dat er toch wel een zekere haat ontstaat tegen buitenlanders op de arbeidsmarkt, want dat zagen we gebeuren in Barbados en dat soort zaken moeten we in Suriname voorkomen. Dus we zullen zeker met arbeidsinspectie meer op pad gaan. De minister geeft aan dat nagegaan moet worden wat er precies gaande is in de sectoren, zodat er beleid ontwikkeld kan worden. Vorig jaar zijn al doorlichtingen geweest in het casinowezen. McAndrew geeft aan dat toen is gebleken dat er wat problemen waren met werkvergunningen van de ondernemingen.